I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. Been holding it in for a while, hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. Met sporten. Ik heb dus nu al gesport en het is op vrijdag altijd heel laat. Ik volg een groepslessen bij mijn fitness en op vrijdag is het dan van 10 tot 11, dus het is nu al bijna 12 uur. Het voelt zo lekker om de dag te beginnen met sporten. Ik voel me nu zo wel energieker. Merken jullie het aan me? Nee, maar serieus, ik voel me echt zo... ik kan het aan en laat ik to-do listjes maken. En dat is heel grappig, want toen ik een maand geleden begon met sporten, toen had ik echt het gevoel dat ik alleen maar heel moe was en dat ik de rest van de dag niks meer kon doen en zo. En nu begint het langzaam het omschakelmoment te komen dat ik merk dat ik echt heel veel energieker word als ik gesport heb. En het scheelt, ik heb een nieuwe sportbroek. En ik vind hem heel mooi, want mijn benen lijken er slanker in. En daardoor voel ik me ook wat gemotiveerder. Maar hij zit zo ontzettend lekker. Het was uitverkoop bij de Perry. En bij de Perry, jullie kennen hem wel. Nee, bij Perry Sport in Eindhoven. En... Oh, Hans, je moet het SD-kaartje leegmaken als je gemonteerd hebt. Als je dit ziet, SD-kaartje leegmaken. Fuck jou, man. Maak je eigen SD-kaartje leeg. Als hij aan het monteren is, dan haalt hij die bestanden dus niet van het SD-kaartje af. Dus dan is het SD-kaartje vol en dan stopt het ding in één keer met filmen. Terwijl ik net een super interessant verhaal aan het vertellen was. Dus Hans, haal die SD-kaartjes leeg. Anyhow, wat ik wil zeggen is dat ik hem voor 50% korting had gekocht. Want ik wilde niet gelijk heel veel geld uitgeven aan sporten. Want ik weet ook niet zo goed hoe lang ik het volhou. En ik loop hier niet dagelijks in, dus ik wil er überhaupt niet te veel geld aan uitgeven. Doet er niet toe. In ieder geval, hij was 50% korting en ik vind hem zo ontzettend lekker. Wat een verschil in plaats van, want ik had altijd zo'n hele losse broeken. Meer een beetje van die joggingbroeken. Maar die sleep je echt met je mee. En dit is gewoon een soort van tweede huid. Nee, ik ben er echt heel erg blij mee. En ik heb sportsokken van de Primark gekocht. Ook heel lekker. Daardoor voel ik me gewoon wat gemotiveerder. Nu moet ik eigenlijk even een nieuwe sportschoenen hebben, want ik sport nu op mijn tennisschoenen. En ja, van zo'n afstand zien ze er nog best oké uit. Maar ik zal maar niet inzoomen. Ik zag vandaag zelfs iemand in de sportschool naar mijn schoenen kijken. Ik dacht, nou dan is het wel heel erg. Maar ik vind het wel meevallen hoor, hoe erg het is. Maar diegene, ja, ze zijn wel een beetje oud. Maar goed. Ik wacht even over een maandje of zo, over anderhalf maand. Dan wil ik wel weer investeren in sportschoenen. Maar ja, ik kan ook niet alles in één keer kopen. Maar goed, ik moest heel erg lachen. Want iemand zei van, oh, wat een leuke broek heb je gekocht en zo. Toen zei ik, ja, dat is 50% korting. En toen keek iemand anders zo naar mijn schoenen. Awkward. Hoe heten jullie eigenlijk? Rochelle en Sanne. Oké, en jullie kijken vlogs of YouTube filmpjes? Oh, wat leuk. Jullie zien er heel lief uit. Zijn jullie zusjes of vriendinnen? Nee. Vriendinnen. Zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké, alsjeblieft. Doeg. Okay. Ja, dat is aan de orde van de dag, hè? Ja, mijn moeder die kijkt echt wat gebeurt hier. Super, die is ingehuurd door de HEMA om hier gewoon voor de deur te gaan staan en foto's te maken. Als HEMA-blogger is dit een beetje wat je doet, dit is een beetje het werk. Ben je aan het posten met mensen? Mam, ben je aan het posten met mij? Mijn moeder doet ook mee. Nee, die is er om spullen vast te houden, want ja. Ik zeg, ja, dat werk ga ik niet doen, hoor. Daar ben ik echt, is echt te min voor mij. Ik was met mijn moeder... Sorry, mag ik het vragen? Ja. Mag ik jou Nou, dat is serieus wat ik heel vaak denk als mensen dat vragen. Heel vaak. Het gebeurt dagelijks niet. Maar heel af en toe vraagt iemand of hij met mij een foto mag. Oh, daar zijn ze weer. Oh, daar zijn ze weer. Hoi! En als ze dat dan... Misschien zijn we echt live vervolgen. Maar als ze dat dan vragen, dan de ene keer... Denk jullie zien niet, dus straks. Hoi. Ze roepen niet Hans. Nee. Ik kijk ook niet om, hoor. Het is Charlie en Hans. Ja, of Charlie en Shiba. Maar als ze dan dat dan vragen, dan denk ik altijd een beetje grappig naar Hans. Je staat dagelijks met mij op de foto. Ik wil dan bijna tegen ze zeggen, doe normaal. Ja, ik wil wel met jullie op de foto. Maar dat is een normale reactie. Ik wil met jullie op de foto. Maar goed. Anyhow, om het dus niet random te laten, ik was even met mijn moeder de stad ingegaan. Ik heb echt heel de dag heel erg hard gewerkt achter de computer. En toen kwam mijn moeder langs en toen heb ik nog heel snel doorgewerkt. En toen zijn we even de stad ingegaan om dingetjes te kopen. Ondertussen kwam Hans dus thuis. En die moest weer per se mee. Ik zei, je gaat mij toch niet alleen thuis laten? Ja. Je stond echt zo bij de bank. Ik zeg, mag ik mee?
Oh, je wil mee? Ja, nou, ik heel vaak even gezellig met mijn moeder alleen de stad in gaan. Maar ik vond het ook heel gezellig. Maar mijn vader heeft zondag een feest. Ik had het al een keer eerder verteld. Hij gaat gelezen, ja, hij gaat met emeritaat. Want hij is dominee. En als je 65 bent, dan ga je dus met pensioenen. Dat is dan emeritaat. Emeritaat, zeg ik het goed? Emeritaat, toch? Ja, zo zeg ik het goed, toch? Ja, emeritaat. Ja, ik struikelde er even over. Wacht, ik ga even wisselen van hand, hoor. Jullie zijn zwaar. Zijn de workout dit? Ja. Daar is dus zondag een feest van in de kerk. Hij gaat wel door met werken, maar dat is gewoon van hoi, ik ben 65 geworden en ik ga het iets rustiger aan doen. En daar gingen mijn moeder en ik nog wat kleine dingetjes in de stad kopen die nodig waren voor het feestje en zo en alles. En toen moesten Hans en Charlie mee. Lekker. Het zou eigenlijk echt een solo vlog worden. Sorry jongens, echt waar. Ik heb zo geprobeerd om uit de beeld te laten. Ja. Het is een kut commentaar even. Oké. Okay. Oh, het is lekker rustig, dat is heerlijk. We zijn dus bijna geen honden en dat vind ik stiekem echt het leukste. Het staat hier echt om de hoek, jij kan hem net niet zien, maar er staat een hele grote hond, geen grapje. Waar dan? Oh ja. Hallo. Shit. Nou goed, maar ik vind het lekkerst als er geen honden zijn, want anders ben ik Charlie de hele tijd kwijt. En ik wil Charlie voor mezelf hebben. Ja. Jongens, ik wil het water in. Oké. Oh ja, en we hebben onze tennisrekkers bij ons. Want we zijn zo sportief. De ouderen zich ook een beetje vermaken. Ja. Zoek. Oh. We laten hem elke keer het balletje pakken. Charlie, hey! Charlie! Ik ga met onze bal vandoor. Zoek! Nee, de bal ligt achter je. Huh? Oh, waar heb je dat in de bal? Nou, we laten hem nu dus niet normaal laten hij de bal pakken, want hij wil heel graag de bal overtreffen. Maar hij is nu een beetje afgeleid door die hond achter mij. Ja, maar die is hier allemaal ja joh, doe ik allemaal tegelijk. Ik ga denk tegelijkertijd een blog typen. Zoek! Wat? Kijk, dat is toch handig, dan hoef je zelf niet zo te stoeien met dat water. Oké, okay, ik heb echt in 10 minuten heb ik onze Red Hat pakketjes gebakken. Dus alles gedaan, alle groenten gegild en alles. Want Hans die moet weg, dus ik heb heel snel eten voor jou gekookt. En voor mij ook, oké. Het is niet zo dat jij hier op een houtje zit erbij. Nee. Mijn eten zit. Het ziet er nog best goed uit, alleen dit had iets langer moeten gillen en zo. Maar goed. Jammer. Nou ja. Prima, maar goed. Want wat ga je doen, Hans? Ik moet naar de kapper, dat zie ik wel. En ja, Hans gaat weer naar de kapper. Nou, ik vind het wel echt iets te lang. Vind jij het ook niet zelf te lang? Ach, dat is toch niet lang. Man, mijn borst daar is nog laar. Eeuw. Juk, jij dat wou ik zeggen. Maar goed, oké. Mijn ondervoet. Hans, jink. Oh, jinx. Jinx again. Again. Ik heb al geprobeerd dit aan te leren, maar het is nooit gelukt. Kom, het is nooit gelukt. Oké, okay, we gaan eten. En Hans, wat vind je van je haar? Nou, nu moet je ophouden hoor. We hebben al de hele dag gisteren. Oh, je bent toch. Maar, Hans? Wat vroeg het weer? Ik kan je haast niet zien op de vlog, want sorry, je loopt te hard voor mij. Wat vroeg het weer over mijn haar, hè? Ja, ik weet niet goed wat ik ervan vind. Ik heb nog niet echt naar gekeken. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel weer leuk. Ik vind het wel weer lekker zo kort. Hans heeft een hekel aan de kappen gaan. En ik ook, want ik vind het helemaal niet leuk zitten. Maar over een paar weken is het leuk. Een soort groeiproces. Precies. Het moet even op me groeien. Nee, ik vind het gewoon altijd te kort. Ik vind het gewoon zo mooi. Het is wennen, hè? Ja, ik krijg er een extra slank hoofdje van. Ja, het is een mooi slank hoofdje. Sifra is een vierde, dat weten jullie nog niet. Ik wil mijn liefst zo dik mogelijk gaan. Nou, ik ben heel onzeker, ik wil niet dat je dat doet. Waarom denken jullie dat ze een blog is begonnen waarin ze allemaal recepten maken? Dat is gewoon omdat ze iets moeten. Ze was continu voor mij aan het bakken en dingen op, hand en door eten. En door eten, en door eten. Hans gaat straks ook naar een schoonspecialist, hè? Dus ik wil dat hij iets aan zijn wenkbrauwen laat doen. Die zijn echt vreselijk. Ja. Dus Hans gaat straks ook nog naar de schoonspecialist en is hij helemaal klaar voor het feestje van mijn vader zondag. Het is weer bakken met Sifra vrijdag. Welkom! Oh. Ik zei het herhaald, ik voel me helemaal overspannen omdat ik zo'n... Ik heb het gevoel dat ik in een treintje die maar doorgaat. Bakken. Ik heb heel dag gewerkt en nu ben ik aan het bakken voor mijn vaders feestje dus. Ik voel me echt zo moe. Dat zei ik net tegen Hans. Ik zie er ook volgens mij echt niet uit. Ik voel me echt helemaal verlept. Nee, je ziet er inderdaad echt niet uit. Ik zal je even blurren in de tuin. Ik zou tegen Sifra... Ik even tijd voor mezelf nodig hebben. Even een dagje ballen en zo. Ja, dan natuurlijk. We hebben geen bad. We hebben wel Donald Duck gelukkig. Ja, oh, we hebben wel een bad. Buiten. Oh ja, soms bad. Dan mag je best nog inzitten straks als je wil hoor. Oh, I will. Ja, doe je ook echt. Yeah. Sifra die wilde 2 gerechten maken en ze moet er ongeveer tussen de 50 en de 100 per stuk maken, zeg maar. Dus bijvoorbeeld nu maakt ze cheese puffs dus tussen de 50 en de 100. Maar ik heb Sifra net verboden dat ze die tweede maakt, want dat valt om zo ongeveer.
Ik ga nu de vlog even monteren en dan kan Siva lekker kokkerellen, want dat doet ze niet. Lekker ontspanning, hè? Lekker ja. In de keuken staan. Ik vind normaal ook ontspanning. Hé, hey, je hebt de cola opengemaakt, zie ik. Ja. Oh, zonder mij. Want, neem ik die mee naar de computer, normaal ja? Normaal vind ik het ook echt ontspanning. Ja, weet maar ik. Niet als ik al zo'n drukke week heb gehad. Nee. Hoor je dat? Het medelijden dat iedereen heeft? Ja. Oh, hoor je dat? Oh. Nee, nee, nee. Hoor je niet? Hoor je echt niet dat? Ben je doof? Ja, die zijn te groot. Ja, maar ze zijn echt, het is zo lekker. Nu zijn ze nog een beetje ingezakt. Moet je ze niet uit laten liggen? Want ze worden wat boller, toch? Van ja, je moet zo, ik moet eigenlijk een breder bord hebben, maar die had ik niet. We hebben toch die grote vierkanten, die staan in dit kastje toch? Oh, wil je dat dan even verleggen? Ja, ga ik even. Ik ga het even verleggen. Jongens! Nee, ik vind het lekker om even op te ruimen. Wat is dat nu? Kut excuus. Sif zegt altijd, zegt Sif, nu moet je wel eens ophouden met ophouden. Zeg, nee, ik vind het lekker om even op te ruimen. Said no one ever. Nee, maar even niks mijn hoofd leegmaken. Ja, met het Donald Duckje, daar hebben we het Donald Duck voor. Ja, maar ik wil het even oven in de gaten houden. Ja, maar ik kan prima de oven in de gaten houden. Oh, ja, dat kan. Hoeveel het er zijn. Bizar. Oh, ik zeg tegen Siva, ik wil morgen ontbijten met cheese puffs. Oké. Okay. En dan te bedenken dat je dit maar per keer kan bakken. Kun je nagaan hoe vaak je hebt gebakken en je moet het twee keer bakken. Dus de ene keer op 220 en de andere op 180. Nou, serieus, ik had een cheese puff. Siva, vertel me meer. Nou, ik meen het. Siva, ik meen het ook. Hier. Ja, maar ik was... Read it. Oké. Dankjewel, je bent lief. Je bent lief, Hans. Zo. Siva, wat doe je? Ophouden nou. Heb ik deze even doen? Nee, alleen deze. Zo gaat het altijd. Zo gaat het altijd. Nog maar eentje. Nog maar eentje. Hou nou op, Siva. Ik kan toch ook tegen jou zeggen dat je niet mag schoonmaken. Want jij hebt altijd... Ik ben toch niet moe. Ik ook niet. Nu weg ga je zo. Zelfs met de oude buurman die kan horen, die van mij. Ga weg. Oh, je handen zijn nat. Ja, wow, lekker. Ik heb het over mijn handen heen geplast. Hans, joh. Sif, ga weg. Nee, wacht nou, dik is. Nee, ga weg. Zie je, zo gaat altijd. Ga weg, Sifa. Ga weg. Ga weg. Maar ik moet hier wel even af en toe komen. Nee, ja, af en toe. Vertrouw dit niet. Af en toe niet vaak. Niet te vaak. Wat doe je nou? Ik ga even wat spullen. Ga nou weg. Ja. Jij hebt het hele hier heb je het dan natuurlijk daarom. Ik heb de hele avond al gezeten. Nee, neem je de laptop mee. Oh, maar niet gaan werken, Siva. Nee. Ik wil niet tegen gaan werken, want je doet het wel. Dat je de blogkamer in hebt, dan zie je het niet werken. En dan kijk je terug en dan zie je het niet opgewerkt. Deal. Dank je. Gezicht ook confronterend. Je mag niet werken, Siva. Oké. En je mag ook niet... De batterij is op. Oh. Nou, je mag ook niet als Charlie Pieck eruit halen. Nee, hij pakt een lekje. Nee, ik wist het. Jij pakt hem dan straks op. Wie? De camera. Oh, nee hoor. En lieve Tessa was er ook, hè? Hey, wat leuk dat je er ook bent. En bedankt. Ik vind het zo gezellig als je hier thuis bent. Nee, je moet alweer gaan, hè? Ik vind hem zo lekker om hem te knuffelen. Ja. Hij heeft zo'n lekkere, echt een hondenhuid heeft hij al. Ja, Charlie is ook leuk. Jij bent ook leuk. Kom eens. Hey. Nou, mijn kind. Nou, leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Dat was mijn dagje. Hallo. Mijn moe man. Wij zijn echt zo slecht in... Vroeg naar bed gaan en dingen op orde hebben of zo. Kun je wel, dat is. Siva is nu lekker aan douchen. Ik denk dat je het wel hoort. En ik ga afsluiten voor vandaag. Zo, morgen gaan we naar de. Morgen gaan we naar de visserijdagen. Vissersdagen, mosseldagen. Mosseldagen? Visserijdagen. Goed, we gaan in ieder geval naar Zeeland. Siva heeft drie broers, waarvan er twee met hun partner morgen meegaan. We gaan met z'n zes naar de visserijdagen in Zeeland. En ja, volgens mij is het niet heel, heel bijzonder, maar meer een beetje van een gezellig dagje uit. En we gingen volgens mij proberen om op een boot een stukje mee te varen, dus dat zou wel leuk zijn. Maar het is nu 12 uur denk ik. En dat is op, ja, weet je, het is niet gek laat, maar we moeten er morgen dan weer vroeg op, want we willen daar weer vroeg zijn. Echt, we zeggen, ik denk bijna iedere... Ik denk 5 van de 7 dagen in de week zeggen we tegen elkaar, nee, vanavond gaan we echt vroeg in. Lukt gewoon niet. En ik moet iedere dag, moet ik, het is het 7 uur opstaan of zo.
beetje afhankelijk van hoe laat ik begin. Tussen 6 uur of 7 uur moet ik opstaan. En oh ja, Charlie die rijdt helemaal in paniek. Ik denk, met wie ben jij een gezellige avond aan het houden zonder mij? Charlie, ik ben met jou. Ik heb het heel gezellig met mezelf. Verschrikkelijk. Hij zit in zo'n irritante bui. Echt bij alles piepen en blaf. Hij is heel erg in een piepen en een blafbui. Zijn tandjes komen door, denk ik. Goed, maar ik moet meestal best vroeg opstaan. Of tenminste, ik vind het zo vroeg, 6 of 7 uur. En dan iedere avond opnieuw zeggen, nee, vanavond gaan we echt vroeg. Nee, vanavond proberen we echt om 10 uur. Maar het lukt gewoon niet. Er is echt afgelopen week, er is één avond geweest dat we voor 12 uur gingen slapen. Dat was gisteren. Maar weet je wat het is? We gingen gisteren vroeg slapen, omdat Sifa en ik waren allebei chagrijnig. Dus we hadden helemaal geen zin om gezellig nog iets te kijken of om even te kletsen of om nog iets te drinken hier beneden of om een spelletje te spelen. Maar het is altijd zo, als wij vroeg naar bed liggen, dan, of vroeg naar, kan niet meer uit mijn woorden, ik heb een wijntje te veel. Nee, als wij vroeg naar bed willen, dan is het op een gegeven moment 10 uur en dan gaan wij naar bed en dan zeggen we, ja maar het is pas 10 uur, we kunnen ook nog even snel een spelletje doen. En dan is het alweer 11 uur of 12 uur. En als het 11 uur is, zeggen we, ja dan gaan we nu naar bed. Dan laten we de boel even de boel. Dan gaan we nu naar bed. En dan gaan we nog even in bed kletsen. En dan is het ook 12 uur. Of het is 11 uur en we zeggen, nou, het is 11 uur. Laten we nog even 10 minuutjes opruimen. En dan is het ook 12 uur. Hoe dan ook, het is 12 uur. Het is altijd 12 uur voordat we gaan slapen. Goed, nu is het dus. Ik zal even kijken. Oké, ik maak dus geen grapje. Het is nu dus gewoon 12 uur. Dat is Sifa. Dat is de allermooiste vrouw van de hele wereld. Mooi, hè? Dat is van mij. Mag je niet hebben. Het is nu gewoon precies 12. En zie was klaar met douchen. Ik ga gauw ophangen. Hans? Ja? Kun jij mijn kraan even beneden? Niet dat ik weet. Ga je maar douchen? Ik denk het wel. Nee, volgens mij niet. Wat echt 4 keer met die hele... Oh nee, dat sowieso niet. Hè? Ik twijfel, misschien heb ik... de fles water gevuld, maar dat zou dan het enige zijn. Ze vraagt of ik de warme kraan heb gebruikt. Oh, maar dan moet je hem doodmaken. Er zit een bromvlieg boven. En ze is naakt, zegt ze. Ik kom eraan! Summertime!